Mei vorig jaar brachten vier ministers een bezoek aan Brussel. Ze spraken met commissaris Sinkevicius van Milieu. Volgens minister Van der Wal kreeg zij een harde nee te horen. Nederland zou niet meer serieus worden genomen. Maar uit een verslag van de commissie zelf bleek dat commissaris Sinkevicius juist wilde helpen met technische oplossingen. Voorzitter, de uitslag van de provinciale statenverkiezingen is in alle opzichten historisch. En zonder weerga, en ik feliciteer BBB en mevrouw Van der Plas daarmee met deze grote prestatie. Voorzitter, we spreken in deze zaal vaak over het buitenland. Wat andere landen moeten doen. Als ze wel voldoen aan de rule of law. En of ze optreden zoals wij dat graag zien. En daarbij is vaak een neiging tot het beleren. Maar wat leren we zelf? Premier Rutte is vaak in het buitenland en heeft uitgesproken meningen over hoe het daar moet. Maar wat zegt het buitenland na deze verkiezing over Nederland? Ik houd een kleine bloemlezing, voorzitter, als dat mag. In de eerste plaats de Zwitserse Neue Zürcher Zeitung. Die schrijft: Niederländische Bauern fürchten um ihre Existenz. Ten tweede de Duitse krant Die Welt. Die stelt: Bauern gegen städtische Eliten. En ten derde de Duitse Rheinische Post noemt het eine drastische Abrechnung mit der Rutte-Regierung. Was steeds erger. Maar dan komt de humor vanuit Groot-Brittannië, zoals gebruikelijk. De Britse omroep BBC noemt het met een understatement something of an earthquake in Dutch politics. En het Amerikaanse Politico schrijft dat de uitslag vraagtekens stelt bij het vermogen van premier Rutte om de harde, ze schrijven harsh, ook wel brute, stikstofmaatregelen uit te voeren. En daarom mijn vraag, voorzitter, aan de premier. Als hij in Brussel is, zijn er zeker regeringsleiders die vragen: wat is er toch in godsnaam in Nederland gebeurd? En ik ben erg geïnteresseerd, voorzitter, om te weten wat hij dan antwoordt. Misschien kan hij dat met ons delen. Vervolgens onze relatie met de EU zelf. Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor het Europees beleid van dit kabinet? Wat de oppositie in dit parlement vaak te horen krijgt, is: dat mag niet van Brussel. Of dat kan niet. Of dat moet van Brussel. Mei vorig jaar brachten vier ministers een bezoek aan Brussel. Ze spraken met commissaris Sinkevicius van Milieu. Volgens minister Van der Wal kreeg zij een harde nee te horen. Nederland zou niet meer serieus worden genomen. Maar uit een verslag van de commissie zelf bleek dat commissaris Sinkevicius juist wilde helpen met technische oplossingen. Dus zo slecht is het daar ook weer niet. Ik wil de minister-president ook vragen wat de rol is geweest van eurocommissaris Frans Timmermans en zijn medewerker Diederik Samson bij het terugdraaien van de misderogatie. In een artikel van Follow the Money staat ook dat Timmermans zich niet inzette voor die derogatie omdat hij er juist tegen is. De analyse van mijn bronnen is dat Timmermans en Samson een sleutelrol hebben gespeeld in het beëindigen van deze misderogatie. Vraag: hoe ziet de premier dat? Tot slot, voorzitter, het Groene Industriefonds. De permanente vertegenwoordiger van Nederland in Brussel noemde het terecht Marxism on steroids. De Europese Commissie komt bovendien met twee wetsvoorstellen om de groene industrie sterk te kunnen subsidiëren. Voor die plannen zouden honderden miljarden nodig zijn. Mijn vraag aan de premier: hoe staat hij tegenover de financiering van dit Groene Industriefonds? Mag ik hem herinneren aan de motie Epping van 28 september 2022, die oproept geen nieuwe gemeenschappelijke Europese schulden meer aan te gaan. En de recente motie van de heren Omtzigt en Stoffer van 9 maart van dit jaar, die stelt bij een dergelijk voorstel een opt-out te bedingen. Voorzitter, hoogleraar Rob de Wijk, we zien hem allemaal op televisie deze dagen, bekende Nederlander. Voordat u verder gaat, heer Amous. Ja. Als we elke keer over het industriebeleid hebben, dan ook de heer Epping, die vervalt dan ook weer in de discussie over de fondsen en de potjes. He, zoals we eerder hebben gezegd, daar zijn miljarden beschikbaar om mee te beginnen. Maar wat is de visie van de heer Epping, even los van die potjes, hoe wij in Europa onze industrie kunnen versterken ten opzichte van de krachten in de wereld, zowel in Nederland als in Europa? Waar zouden wij
wel kunnen helpen? Want die concurrentie die is toch? Ja, voorzitter, ik ben in principe voor wat heet enige jaren geleden reshoring. En reshoring betekende terug naar de kust, dus ook naar onze kusten. En dat ging daarbij om de corona-epidemie en om medicijnen. Want het bleek dat meer dan 90% van onze medicijnen werden geproduceerd in India en in China. Nou, daar ben ik erg voor. Dat gaat om strategische producten en machines enzovoort. Maar wat we niet moeten doen in Europa, en dat is precies wat de Fransen graag willen, een groot systeem opzetten van industrie-subsidies. Niet alleen voor de dingen die wij willen, maar ook voor heel veel andere dingen. En dat is het rondpompen van geld. Dat is de idee dat Frankrijk heeft gehad. Vroeger heette dat het financieren van de kampioenen, de grote staatsbedrijven. Een soort van staatskapitalisme. We moeten er wel voor zorgen dat de vrije markt ook gehandhaafd blijft. Dat die mogelijk blijft en dat we niet overal links en rechts gaan subsidiëren. Zodat we in een soort van planeconomie terechtkomen. Ook al is het een groene planeconomie. De volgende betoog. Moet ik even kijken wat ik is gebleven. Bij de heer Van Wijk, geloof ik, hè? Ja, de heer Van Wijk die heeft een podcast. En daar heeft hij gezegd dat Nederland en de EU met hun groene transities voor de muziek uitlopen. Hij stelt voor om de plannen te vertragen. Want hij twijfelt of ze uitvoerbaar zijn en of er een democratisch draagvlak is. U moet niet vergeten dat met vele subsidies voor producten ook duurder gaan worden als we die allemaal in Europa op korte tijd willen gaan produceren. En we zien dus, voorzitter, steeds hetzelfde proces zoals bij stikstof. Te scherpe normen, te strakke deadlines, te weinig draagvlak en te weinig inspraak van de burgers. En voorzitter, tenslotte, het resultaat van overheidsdwang is er dan op alle fronten en verarming van de burgers. En dat gaat uiteindelijk fout zoals we hebben gezien. En daarom, voorzitter, laat deze verkiezingsuitslag daarom een wake-up call zijn voor dit kabinet en deze premier. Dank u.